Welkom bij Rob's Numbers, week nummer 6. En als ik kijk naar het begin van de week, het begin van deze week sluit eigenlijk naadloos aan op het eind van vorige week. Dat is zo, een aantal dagen dat werkt naar een bepaalde situatie toe. Hè? Vandaar dat ik dus maar 3 dagen heb voor deze week, hè? Om dat uit te leggen. Omdat dan pak je gelijk een aantal dagen mee. Wat ik hier vooral zie, dat er veel bewijsdrang zit, dus die 6 en die 2. Het laat zien wat de bedoeling is. De bedoeling is dat je 6 het houden van jezelf koppelt aan 2 je gevoel. En dat je niet 6 het houden van jezelf koppelt aan 1 een actie of aan 1 jouw denken. Want dat is een flauwekul verhaal. Want jij bent zonder meer de moeite waard. Maar belangrijk is dat je het zelf in gaat zien. Hier die 25 is 7 situatie wil weer zeggen. Ga die uitdaging aan, dat is de 7 energie. 5 rechtstreeks te praten vanuit 2 je gevoel. En hier zit tegenwerking, dat is de 4. In 5 je communicatie. Nou, dat brengt in zekere zin een beetje een katerig gevoel teweeg. Bij jou, omdat je dan verkeerd begrepen wordt, maar dat brengt je wel weer in je gevoel. En dat is dan uiteindelijk de bedoeling ook van het begin van de week, het in je gevoel brengen. Het midden van de week, dat is een pittige situatie. Daar zit 2 keer die 11 situatie in, dus dat betekent er zit nogal wat oneerlijkheid in. Het staat bomvol van regeltjes, waar je eigenlijk niet goed van wordt, want daar ben je veel te wijs voor. Maar de bedoeling is dat je jouw wijsheid gaat koppelen aan jouw gevoel. En dat zie je ook hier met die 28 is 10 situatie. Vanuit je heldervoelendheid de vernieuwing brengen, de wereld om je heen veranderen. Dat is de 10 energie. En jij voelt dus 8 keer meer als iemand anders. 2 is voelen. Nou, je wil alles in harmonie oplossen, dat gaat vaak niet. Probeer het zo te doen dat je je denken en je voelen verbindt, compleet mens wordt en van daaruit, die ene die 2, ene denken, 2 voelen, samenbrengen, van daaruit in die 3 energie gaan zitten, de controle loslaten, vertrouwen dat dingen uiteindelijk goed komen. Er wordt goed voor jou gezorgd, maar vertrouw erop. Het eind van de week, dat is lastig in die zin, de 12 is 3 situatie maakt dat je je onbegrepen voelt. Er is iemand weer die jou de grond inboort hier, die jou weer herinnert aan je vroegere assenpoesterleven, zeg maar, waarin je dan jezelf een loser vindt, niet de moeite waard. Er zit een transformatie in hier en dat tezamen zal maken dat je denkt, ik moet het verdienen dat ik hier de moeite waard ben. En dat geeft dan die 51-6 situatie. Wat wil zeggen, je hebt een beetje het idee, ik moet mensen redden. Iedereen die een probleem heeft, ik ben daarvoor verantwoordelijk. Ik moet die mensen helpen. Wat je eigenlijk doet is via die mensen, je zet ze op de rails, je geeft ze een beter inzicht. Via die mensen doe je eigenlijk je eigen leven over. Jij geeft ze de liefde die je zelf tekort bent gekomen. Maar het leidt uiteindelijk tot niks. Dus ga nee zeggen tegen die mensen. Die mensen die hebben een hardere leerschool nodig als dat ze nu tot nu toe gekregen hebben. Ga nee zeggen. En hou van jezelf, want er is niks mis met jou. Ik wil je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Welkom bij Rob's Healing Lessons. En ik ga het vandaag hebben over bewijsdrang. Bewijsdrang. Geboren worden in een gezin van niet zeuren maar doorgaan, waar je over praat moet je kunnen bewijzen, anders moet je mond houden, aanpakken, rust roest, stilstand is achteruitgang, maakt dat we een bezige bij gaan worden. We krijgen op een gegeven moment het idee van, we moeten